Goedemiddag, ik ben Dirk Wierda van Loonbedrijf Wierda, Lutje Gast. En we staan hier bij een van onze nieuwste aanwinsten, de Kudler. Die heb ik verleden jaar gezien op de velddagen van Vent. En het trok direct mijn interesse vanwege het gewichtsverdeling. Ik ben loonwerker in een zacht gebied. En ja, dat moet alles elders op gedragen, op getrokken wielen. En vandaar dit idee dat mijn aandacht trok en contact heb gezocht en heb aangeschaft dit jaar. Wat ik zelf ook een heel mooi idee vond, was de ophanging van de egalisatiebalk. Niet met veren, maar gewoon met een parallelogram. Dat hij niet springerig wordt. In combinatie met dikke tanden voor toch, wat je ook kan zien, voor een hele agressieve methode om toch het onkruid los te halen. En wat ik ook zonder meer een hele mooie, we gaan het niet gaan gebruiken, maar dat je het ook aan elkaar kan bouwen als één machine. En dat je dat alles in één keer in de achter herinrichting kan. Maar in ons gebied is dat niet erg wenselijk. Maar in andere gebieden denk ik dat het wel heel goed mogelijk is. Wat ik ook heel mooi vind, dat is toch de hele agressieve punt. Die toch wel een hele hoge aandrukkracht heeft druk per vierkante centimeter. Dus dat het zaad echt goed aangedrukt wordt. En in combinatie met de losse ringen, dat die met twee verschillende groottes, dat ze altijd mooi vrij en schoon blijven. En het gewicht, dit is wel een zwaar geheel, maar wel mooi kort op de trekker. En dat je dan in het land toch veel aandrukt, maar op een wieldruk toch zo minimaal is. Als je het zaad nog niet op is, is hier een hele mooie methode op om met een hele kleine handeling, met een slangetje, die kun je ervoor op doen. En een schuifje trek je op met een blazer aan en dan heb je zomaar in een paar telden heb je de zaadbak mooi leeg voor een ander gewas of ander soort ras of weet ik veel. Wat ik ook zeer positief vind, dat is de luchtondersteuning van het zaaigedeelte, dat het hydraulisch is, en niet elektrisch en met storinggevoeligheid. En dan in combinatie met, nou ja, gewoon mooi aan de driepunt. Je hebt hem heel snel erachter. Je hebt hem in een heel klein hoekje. Kun je hem in de stal of in de schuur opbergen. Je klapt hem op en je zet twee machines naast elkaar en dan heb je op 2 bij 3 meter heb je dan, of 6 meter heb je twee machines opgeborgen in de winterstalling. Nou, het achterste, daar hebben we er zelf hem achter gemaakt, want dan hebben we dan een karretje achter, maar dat is persoonlijk.